De aangekondigde 50% koopkrachtversterking voor leden van de regering is aangehouden. Volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking is dit besluit genomen op grond van alle kritiek en opmerkingen uit de samenleving. De bewindsman stelt dat de VHP-ministers het ermee eens zijn dat het niet de juiste tijd is om de verhoging door te voeren. Wij kunnen ons niet vergelijken met het bedrijfsleven, maar binnen het overheidsapparaat zijn er ook wat scheef groei die ook aangepakt moet worden, ook met adviseurs en dergelijke. Dat was besloten maandagavond tijdens een virtueel gesprek van VHP-ministers. Dus ik spreek in dit geval alleen voor de groep van de VHP-ministers. Allemaal unaniem erover eens. Het heeft geen zin op deze manier om, om die verhoging te krijgen. Maar laten we dan wel structureel kijken naar hoe de verhoudingen precies liggen. Dus dat is wat ik ervan kan zeggen. Ik geloof inderdaad dat het zal worden aangehouden. Misschien is dat nog te zwak uitgedrukt. Waarschijnlijk wordt een pas op de plaats gemaakt. En misschien moet er een goede studie gemaakt worden van hoe een salaris eruit moet zien. Ramdin meent te kunnen stellen dat het salaris van ministers ver beneden het niveau ligt in vergelijking met andere collega's. Het besluit om nu de verhoging door te voeren is echter onfortuinlijk. Van wat ik begrepen heb, zal dit vandaag in de raad van de regeringsraad bespreken. Dus we wachten daarop. Maar ik kan wel zeggen dat vanwege de vele reacties, er zijn ook positieve reacties geweest hoor. Ramdin besluit met te stellen dat de collega's weten wat de financieel-economische situatie in het land is.